Hier zijn we bij de Rapenburgersluis. Als asset manager moet je ervoor zorgen dat die functioneert. En dat betekent dat die echt dicht gaat op het moment dat er ook water is. Ja, je moet natuurlijk een beetje houden van water en van techniek. Ik heb zelf waterbouwkunde gedaan, maar je kan ook een andere technische studie hebben gedaan. Maar het is gewoon leuk om met een groep mensen te zorgen dat de objecten, de spullen heel zijn. He, dus de bruggen, de sluizen, ook de kadermuren zijn volop in het nieuws natuurlijk. Allemaal om de stad bereikbaar te houden en functioneel. In Amsterdam heb je al zoveel, meer dan 40 sluizen, 600 kilometer kadermuur, 120 beweegbare bruggen. Dus je kan het ook niet in je eentje en dat maakt het zo complex, maar ook heel leuk om het met elkaar te doen.